En dan moet je ook ophouden met de manier van bouwen zoals we die de afgelopen 100 jaar hebben gedaan. Dus we stoppen met staal, we stoppen met cement, we stoppen met stenen. Maar wat we niet in kaart hebben is wat dat vraagt voor het onderwijssysteem om daarin te kunnen investeren. Die spelen daarop in en die gaan industrieel bouwen. Want ze kunnen geen arbeidskrachten meer krijgen. Probeer nou te zorgen dat je dat pionieren hier vasthoudt. Dat experimenteren, die ruimte daarvoor, daarvan leren.